Dames en heren, in het maandelijks gesprek met de gemeente Wijchen ga ik vandaag met wethouder Rob Engel spreken. Rob, hartelijk welkom bij Bedrijvig Wijchen. Dankjewel. Rob, er was een vraag waar ik heel graag met jou over wilde praten. Maar de hele turbo-rotonde problematiek, daarvan is de woordvoerder Hans Verheijen. En jij zegt, ik mag niks zeggen. Dus helaas, je betreurt dat ook. Ja. Je zou graag openheid willen geven, maar dat kan niet. En binnenkort is er beslist. Waarschijnlijk wel als deze uitzending op de tv is. Maar we zullen zien hoe het gaat. Vervelende situatie. Ja, zeker vervelend. Voor de burgemeester, maar ook voor het hele college. Maar voor Piet in het bijzonder. Voor Piet, absoluut in het bijzonder. Ja. Succes toegewenst. Dankjewel. Dankjewel. Ik las in de krant dat de bijdragen aan het gemeentefonds van de overheid, dat die gerelateerd zijn aan de uitgaven van de overheid. En omdat de overheid bezuinigt, betekent het dat er ook minder bijdragen komen in het gemeentefonds. Ja. En er stond een getalletje in de krant van gemiddeld 100.000 euro per gemeente. Nou, is dat niet bekend bij de gemeente Wijchen, hoeveel? Maar kun jij misschien iets meer vertellen hoe dit precies in elkaar zit? Nou, het fenomeen samen de trap op, samen de trap af, dat is eigenlijk al jaar en dag het adagium bij de Rijksoverheid. Zij ontvangen diverse belastingen, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, noem het maar op. Een deel daarvan gaat naar de gemeentes via het gemeentefonds. Ja. En de Rijksoverheid is van mening, als wij in staat zijn om zuiniger om te gaan met onze gelden, dan geldt dat ook voor de gemeentes. Dus wat zij daarin doen is een gegeven. Kunnen zij op hun begroting bezuinigen, wordt die bijdrage naar de gemeentes ook bezuinigd. Andersom staan wij als gemeentes vaak te juichen langs de kant. Als de Rijksoverheid door wat voor omstandigheden dan ook oefloos meer geld uitgeeft, dan krijgen wij dat ook extra. Dat is een hele aardige, maar met elkaar moeten we nu bezuinigen. En wij houden er ook rekening mee dat wij minder geld vanuit het gemeentefonds krijgen. Dat hebben wij in onze meerjarenraming ook verwerkt. En deze 100.000 euro, even los daarvan, zoals je misschien weet, krijgen wij een aantal beleidsterreinen op ons af, zoals jeugdzorg en de AWBZ. En we hebben de participatiewet. Dat zijn eigenlijk, dat is voor een deel rijksbeleid of provinciaal beleid wat naar de gemeente komt. En dat gebeurt altijd met de efficiëntiekorting. Dus die bezuinigingen zullen nog aanzienlijk groter zijn als de 100.000 euro die nu in zijn algemeenheid genoemd wordt. Ja, maar daar is al in de begroting 2013 mee rekening te houden. Ja, meerjarenraming 2013-14 is wat dat voor wie gedicht. 2015-16 eigenlijk ook. Alleen 2015 is het jaar dat de jeugdzorg naar ons komt. Dat de AWBZ-begeleiding naar ons komt. En we weten in procenten wel wat de bezuiniging daar is binnen dat beleidsveld, maar hoeveel in exacte euro's. Dus wij verwachten voor die jaren nog wel wat extra klappen op te moeten vangen. En dat is meer als 100.000 euro op jaarbasis. Oké. Okay. Nou, dan dat is vervelend. Dat is vervelend. Dus enerzijds, op dit moment zegt de Wijchse politiek, wij moeten dat binnen onze eigen begroting opvangen en liever niet met OZB-verhoging, maar dat eerste is het belangrijkste. Daar moeten we echt aan werken. Dat houdt dus ook in dat je echt keuzes maakt en dingen afschaft en ook werkelijk niet meer doet. Op een gegeven moment is de tijd van de kaasschaafmethode voorbij. Mm-hmm. Ja, dat zul je gewoon ook echt stappen moeten maken. Want wij willen niet die OZB verhogen. Ja. Maar er komt een keer een moment dat ook die grens bereikt is en dan zullen we toch terug moeten naar de burger. Ja. Ja. En dan staat in dezelfde week in de krant dat er een subsidieregeling is om het je huis ouder bestendig te maken. Wat houdt het in en hoe werkt zo'n subsidie? Nou, de kenmerk van deze regeling is, de provincie is daarmee bezig, zeg maar, in het oplossen van de woningen om mensen langer thuis te laten wonen. Mm-hmm. Wij schrijven dat ook in onze woonvisie die de gemeenteraad vorig jaar heeft vastgesteld, dat wij moeten proberen dat de woningen die er zijn, zo te verbouwen is een zwaar woord, want vaak is het met hele kleine ingrepen, maar zo aan te passen dat mensen langer thuis kunnen wonen. Vaak zie je dat mensen door omstandigheden thuis vallen of er gebeurt wat. En dan gaan ze actief in ene keer wat doen aan hun woning, want er moet wat gebeuren. Ja. En wij willen met deze subsidie willen wij proberen om mensen proactief aan de voorkant, eigenlijk als het nog niet nodig is, als mensen rond de 50 of net wat ouder zijn en er is een moment om aan je woning wat te doen, om te zeggen van god, laat ik er eens met andere ogen naar kijken. Als ik toch die toilet opnieuw betegel, misschien meteen een verhoogde pot. Ja. Als ik toch bezig ben met een nieuwe keuken, want ik denk er nog 20 jaar te wonen, zou je al met een flexibel blad moeten werken. Niet dat wij dat gaan subsidiëren, maar we hebben met de provincie, die heeft daar gelden voor, gaan we dit project opstarten om een soort aanmoedigingssubsidie van maximaal 500 euro
Maakt niet uit wat de, klas, wat de klus is. Je krijgt maximaal 1/3 tot een maximum van 500 euro. Om mensen te stimuleren, te verleiden. Om als ze toch die verbouwing doen, om daar meteen rekening te houden van... God, als ik 10 jaar ouder ben en ik ben wat ongemakkelijk in lopen en handelen... wat zou ik willen hebben? Mm-hmm. En als je dan toch verbouwt, neem het dan nu mee. Ja, ja. Het is dus geen groot geld. We hebben ook maar 25.000 euro daarvoor ter beschikking. Of het opgaat, dat weet ik niet. Het is op dit moment voor 1 jaar. We financieren dat vanuit onze WMO-gelden. We krijgen subsidie van de provincie om het te organiseren. Maar het is veel meer een aanmoedigingspremie... als dat we daadwerkelijk investeren in klussen van particulieren. Ja, ja. Dat is in ieder geval duidelijk. Alleen als de pot leeg is en je vraagt in oktober een subsidie aan... heb je pech, ja, of dan niet? Heb je pech, ja. Ja. We beginnen er nu mee. We gaan het moet nog allemaal verder in de verordening vastgezet worden... en het moet nog allemaal gecommuniceerd worden... en dan starten we ermee. En je kunt dus niet zeggen, god, ik ga via de gemeente mijn badkamer verbouwen. Want die verbouwing kost misschien 10.000 euro en dan krijg je maar 500 euro. Ja. Het gaat net om kleine delen, is een extra beugelgreep, een aanmoediging om wat te doen. Ja. Dames en heren, mocht u dus daarover nadenken, kunt u contact opnemen met... Met straks, of vraagwijzer, hè? Dat is onze balie voor dit soort vragen. En wij proberen straks met meer welzijn die ook te gebruiken om in het kader van het ouderenwerk... daar ons ook hand- en spandienst te kunnen verlenen. Ja, ja. Maar vraagwijzer is aan de voorkant de balie. Ja. Ik had het de vorige keer met Marcel Thijssen over het basisonderwijs. En het ging niet zo goed met het basisonderwijs. En dan is het grappig om te zien dat de HAVO bij de beste 10% hoort in Nederland. VWO best bij de beste 25. En VMBO GT en VMBO K en VMBO B zijn gemiddeld. Als het basisonderwijs niet goed is, zou je zeggen, dan kan het middelbaar onderwijs kan die wel of niet die kinderen eruit trekken. Blijkbaar kan het. Is het opvallend? Ik heb je aangegeven, het is niet mijn portefeuille, nee, dus ik ga daar zeker niet in de diepte in. Wij zijn uitermate trots dat ons voortgezet onderwijs op deze lijsten op dit niveau voorkomt, laat dat heel duidelijk zijn. Het is zo dat wij als gemeente natuurlijk niet verantwoordelijk zijn voor het onderwijs zelf. Hooguit over huisvesting hebben we wat te zeggen. En de scholen zelf zijn verantwoordelijk voor het onderwijs. We constateren met jou dat Maaswaal College de beide locaties het gewoon goed doen. En daar zijn we uitermate trots op. Ja. De link naar het basisonderwijs vind ik te gemakkelijk om daar nu wat over te zeggen. Nee. Oké, nee, dat snap ik. Maar het is ook niet jouw portefeuille, dus we wisten dat er een kort antwoord zou komen. Ja. En op de volgende vraag hebben we ook een kort antwoord, maar ik vond het zo frappant. Keent, dat ligt in Brabant, dames en heren, dat lag vroeger in Gelderland en was een buurdorpje van Walgooi. Je weet iets meer van de geschiedenis dan de gemiddelde Wiegenaar op. En heel even kort, wat is er allemaal gebeurd? Wat ik begrijp, ik heb geprobeerd heel snel even op Google te kijken. Want vroeger heette de gemeente Balgooi en Keent. Met andere woorden, dat was samen één gemeente. En in 1926 is er hoogwater geweest in de Maas. Veel overstromingen, ook het Wiegische deel helemaal onder water. Balgooi en Keent. En in het kader van om dat te voorkomen en de beschermingsmaatregelen die de Rijksoverheid heeft genomen, heeft een markante ingenieur, Dr. Lady, ook bekend van de Afsluitdijk, is met adviezen geweest en heeft een proces ingezet. In 1935, 36 heeft dat plaatsgevonden om de Maas te kanaliseren, waardoor er ook en gelijktijdig de verbreding, wat ik begrijp uit Google, de afstand van de Maas toen de breedte was iets van 75 meter en die is bijna verbreed naar ruim 120 meter, met andere woorden. Er is daar heel veel gebeurd, maar dat heeft ook gerealiseerd in een scheiding tussen Balgooi en Keent. Ja, ja, en Balgooi blijft Gelders en Keent is Brabants geworden. Stel je voor dat je broer in Keent woont, dan heb je opeens je broer in Brabant wonen. Ja, het is misschien best gezellig in Brabant. Ja, misschien wel. Ja. Het lijkt me toch een hele impact hebben op zo'n gemeente. Ja, zeker in die tijd waarbij de afstanden natuurlijk veel groter waren, omdat er veel minder mobiliteit was. Ja. En we konden niet met iPads elkaar zien en televisiebeelden, weet ik hoe het allemaal heet. Maar nee, die afstanden waren toen groter en dat was zonder meer altijd een impact. Ja. Bouwen voor Balgooienaren. Er zijn twee locaties, er zijn hoorzittingen geweest of gepraat met de bevolking. Men is het erover eens, maar één groep wil niet de ene locatie, de andere groep wil de andere locatie niet. Wat gaat er nou precies gebeuren? Vanuit het dorpsontwikkelingsplan heeft Balgooi overigens
is dat al langer bekend en dat geldt eigenlijk ook voor alle kleine kernen. Zij zouden graag woningen toegevoegd willen hebben aan de bestaande voorraad. Het woningen toevoegen brengt ook nieuwe mensen mee. Nieuwe mensen brengt dynamiek in een samenleving, zeker zo'n kleine samenleving. Het kan uiteindelijk weer leiden tot nieuwe jongeren op school en de jongeren gaan naar de voetbalvereniging. Dus belangrijk voor de samenleving en de leefbaarheid en de toekomstbestendigheid van het dorp. Ook Balgooi wilde nieuwe woningen. Die hebben ons uitgedaagd om te zeggen, mogen wij daar zelf iets aan doen? Mogen wij zelf dat project trekken? Mogen wij zelf die plannen ontwikkelen? Daar hebben we als college ja tegen gezegd. Wethouder Thijs begeleidt dat. En er is voor 2 weken terug een bewonersavond geweest, waarbij een projectgroep, samengesteld vanuit de bevolking, hebben nagedacht, samen met wat ambtenaren, van daar is ook geld voor gereserveerd. Ruim 30.000 euro hebben zij in aanvang als werkkrediet om een en ander te doen. Als zij willen, mogen ze professionals uitnodigen. Maar die hebben een plan gemaakt van, god, als wij nieuwe woningen willen hebben, waar moet dat komen? Ze hebben 2 locaties aangemerkt. En dat is, als je Balgooi vanuit Wijchen binnenkomt, zeg maar vooraan in die elleboog bij de Torenstraat, Houtsestraat, de oude kern. Daar zouden dan een vijftal woningen moeten komen. Mm-hmm. En dan hebben we het over een periode van wel 5 tot 10 jaar. Dus het is soms jaarlijks maar 1 woning. En de 2e locatie is, zeg maar, dat is bij de kern, bij de kerk en het dorpshuis. En er zouden 10 tot 15 woningen moeten komen. En gewoon worden er nou? Maar dat zijn nu dus de ideeën. Ja, maar worden dat 2 locaties? 2 locaties. 2 locaties, dat heeft de werkgroep gepresenteerd aan haar bevolking. En dat is op dit moment het doel van de oefening. Ja. En de vervolgstap is nu dat zij eigenlijk zeggen, oké, we hebben die 2 locaties hebben we gemarkeerd. Daar zouden we graag wat willen. 2 tot 3 woningen, heel weinig. En dan wat meer woningen bij de kerk en dorpshuis. Alleen je hebt met heel veel grondposities te maken. Dus zij gaan nu ook die uitdaging aan om al die partijen die daar een boerderij hebben, een landerijen hebben, om die bij elkaar te krijgen. Om daar een samenhangend geheel van te maken. En dat is niet de makkelijkste klus. Maar goed, zij nemen die uitdaging aan en wij zullen dat ondersteunen. Maar het initiatief ligt echt bij de bewoners. Nou, dat vind ik hartstikke mooi dat gebeurt, dat soort initiatieven. Ja. Ja. Het is ook te hopen dat zij hun medebewoners ver krijgen. Dat in het belang van die samenleving, dat het inbrengen van grond, als je dat doet met dollartekens in de ogen, dan kom je niet zo ver. Nee. Dat zijn maar hele kleine projectjes. Dus ga er niet vanuit van, nou, ik heb hier mijn grond braak liggen, ik ga voor mijn pensioen geld. Maar, dus het moet, de mensen moeten elkaar positief verleiden om er in algemeen belang iets mee te willen. En ik vind dat een uitdaging. Ik vind het knap dat ze dat aandurven. En ik vind het ook best goed dat wij dat op deze wijze hun dat vertrouwen geven. Keerspoor, de parkeergarage, de tunnel. Allemaal zaken die ook deze week weer in de krant zijn geweest, Rob. En dat is jouw portefeuille. Dus daar kun jij ons veel meer over vertellen. Ik heb de gemeenteraad ook vorige week een informatienota gestuurd met eigenlijk de actuele stand van zaken. Omdat het toch een politiek beladen dossier is. En het is ook een dossier waar heel veel geld mee gemoeid gaat. We hebben het eigenlijk over 2 delen. Het keerspoor zelf, de techniek van het spoor, de rails met de perrons. Wat echt binnen de poorten van het stationsgebied gebeurt. En het gebied daarbuitenom. Het parkeren, het stationsgebouwtje, de inrichting. Dat eerste is de stadsregio verantwoordelijk voor. En die hebben eind december een besluit genomen om 11 miljoen vrij te maken voor ProRail om die klus te doen. Dat is een besluit. Dat is een feit dat gaat gebeuren met als doel van de oefening dat eind 2014 het nieuwe spoor, de dienstregeling van de NS, altijd in december dat die gewijzigd wordt. December 2014 moet het nieuwe keerspoor gaan rijden. Ja. Dan moet dus dat spoor technisch klaar zijn, opgeleverd en schoon opgepoetst. Wij zeggen, het heeft effecten voor de directe omgeving. Wij willen daar geld voor hebben van u, stadsregio en mij uit het ministerie. Maar dat willen wij ook klaar hebben in diezelfde periode, december 2014. En de effecten die hebben wij gekenmerkt als een parkeergarage ondergronds. Eerste voorstel was bovengronds, daar ging de raad niet meer akkoord. Dat moet ondergronds. We willen de hele gebiedsomgeving opnieuw inrichten. Ook aan de noordzijde, aan de Meerkoetstraat en aan de zuidzijde. En alles bij elkaar moet er gewoon flitsend uitzien. En dat kost om en bij 6 miljoen euro. Zoals wij er nu tegenaan kijken met de onderhandelingen met de stadsregio die met ons gezamenlijk naar het ministerie gaan, kunnen wij die 6 miljoen, denk ik, tot de laatste euro ook realiseren. Wij kunnen daar gebruik maken van een stuk subsidie voor wat wij als WIG al hebben gekregen. Ik weet niet of je de discussie kunt herinneren van de ontbrekende schakel. Ja. Een viaduct bij Eltink, daar in de buurt. Dat gaat niet door.
dat geld zou terug moeten naar het ministerie. Daarvan hebben wij gezegd, mogen wij die 1,9 miljoen hier gebruiken voor het stationsgebied. Daar hebben we voor een maand terug ja op gekregen. Dus dat zien wij als eigen geld, Wiegers geld wat we inbrengen. Bij die 6 miljoen zit dus 1,9 van Wiegers, wat overigens ook ministeriegeld is. Maar alles bij elkaar, zoals het er nu voor staat, krijgen we dit gerealiseerd. Het geld is er, de plannen zijn er. En we gaan nu richting de raad verder. De puntjes moeten op de i gezet worden. En er komt een raadsbesluit om het geld ook vrij te geven en aldus te gebruiken. Ja. Laatste vraag, de tunnel. De tunnel. Komt die dan? Komt die dan niet? Nee. Wat gaat die kosten? Die tunnel zouden we graag willen hebben en heeft een hele hoog wenselijkheidsfactor. Maar we hebben gezegd, we gaan eerst met elkaar een nieuw beleidsplan maken. Of nieuw, het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, wat we om de 4-5 jaar vaststellen. Daarin geven we aan hoe de verkeerscirculatie is in Wiegen. En die verkeerscirculatie, als je hier wat doet, dan gebeurt er daar wat. En dus dat keerspoor heeft effect op de overgangen. Dat beleidsplan moet aangeven of er uiteindelijk een noodzaak is, dat de grootste zorg zit bij de Hoefsestraat. En als die zorg er is met voor de structuur te veel verkeersbewegingen, dan zou je naar een noodzaak moeten kijken voor die tunnel. En dat beleidsplan is voor ons de basis om naar diverse subsidiegevers te gaan om te zeggen, jongens, we hebben een probleem, mede veroorzaakt door het keerspoor, we willen daar een oplossing voor, maar je praat wel over een investering van bijna 30 miljoen. En de ervaring is ook dat dat soort trajecten toch ook met eigen geld moeten worden. Vaak is de cofinanciering van 50%, 50%. Ja. Dus de raad blijft er naar vragen. Het is voor ons ook een opdracht om daar blijvend aandacht aan te besteden. We gaan nu ook wat dieper in het onderzoek middels dat GVVP2. Maar of het er komt, of wij 15 miljoen ons geld daarvoor klaar hebben liggen, is het antwoord nu nee. Ja. En daar moet de raad dan toch ook naar kijken van, goed, krijgen wij direct nog aardige projecten waar je veel geld aan verdient. Maar in die woningbouw is dat op huwelijkse dan. Dat ligt natuurlijk toch ook allemaal een beetje stil. Of we vertragen het, we temporiseren het. Ja. Maar goed, blijft op de agenda. Het is een opdracht aan het college om daar elke keer weer opnieuw, waar dan ook, over te spreken. Dat doen we ook. En we gaan straks ook binnen voorstel komen. Als het noodzakelijk is daar, wat zijn dan de mogelijkheden? En wat gaat die ongeveer kosten? Zodat we in ieder geval een beeld hebben waar we het over hebben. Ja. Maar nu zeggen en hij gaat er komen, dat vind ik te kort door de bocht. Dames en heren, dat is dan duidelijk. Hartstikke bedankt Rob voor je komst naar Café Anneke. Graag gedaan. En graag tot een volgende keer. Graag gedaan.